Goed, we gaan beginnen. Gelukkig al die moedigende geluiden in Zwartstein ook. In omstreken, Katwijk. Er zijn ook veel mensen die komen. Dus dat werkt ook. En in Zwartstein hadden we een paar weken geleden op zondag ook iemand, een vrouw. En die was zeer vastberaden van, nou, donderdag tot donderdag, hè, bij mijn studie ben ik thuis, daar komen ze niet. En de zondag daarna ook niet, en de donderdag daarna ook weer niet. En dacht, ja, blijft er wel verbidden, voor zo iemand. Maar nou kwam Helene er in het dorp tegen. Hè. Ja, ze was met verhuizen bezig, ze had een beetje weinig tijd. Maar dus, ja, ik kom wel, hoor. Dus ze moet nooit de moed opgeven, hè. En de Heer vertrouwen. Goed, we gaan met Galaten verder. Wij zijn aan het einde van Galaten 3 zo'n beetje gekomen, tweede helft. Gedeeltelijk hebben wij dat in Sassheim al een beetje behandeld, maar ik wil... Ja hoor. Maar ik wil gewoon met vers 22 beginnen. Maar Galaten 3 gaat dus hoofdzakelijk over dat... De gelaten worden natuurlijk lastig gevallen met verkeerde leerlingen. Ze verlieten de leer ook. Ze verlieten Paulus. Hè. Hij zegt, jullie hebben mij haast geluk verlaten. Dus datgene wat ik verkondig. En de Joden die komen natuurlijk ook met de wet en de besnijdenis. En dan gaat Paulus het uitleggen met Abraham. Die is wel onze vader. In die zin, als wij geestelijk in zijn voetstappen wandelen. Ja, dus het geloof hebben wat hij ook had. Namelijk geloven God op zijn woord. De boodschap die God tegen Abraham vertelde was wel niet hetzelfde als wat wij nu hebben. Want de boodschap nu is, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. En dat is het geloof wat God nu aan ons aanreikt. Dat moeten wij geloven. En dan worden wij gerechtvaardigd. Dus dan nemen we God op zijn woord. Precies wat Abraham deed. Meer niet. Nou, en dus God heeft ook een belofte gedaan, ja, aan Abraham. En de belofte, de zegening van Abraham is dat wij gerechtvaardigd zijn, dat we het eeuwig leven hebben. Ja, dus ik vat even samen, hoofdstuk 3 in het begin. En daarna heeft hij dus zeg maar de wet erbij gegeven. Maar de belofte staat vast zonder de wet. Ja, God heeft het beloofd en het is van zijn kant is dat beloofd. En dat gaat gewoon door. Of daar nou een wet bij komt of niet, dat maakt niet uit. Dus de wet heeft hij er wel bij gegeven, maar waarom? Want je kan de vraag stellen, waarom doet hij dan de wet bij? Want als we de wet bij doen, dan weten we één ding, dan is het onder voorwaarden. Ja? En dan krijg je het, als je het doet, dan krijg je het, als je het niet doet, dan krijg je het niet. Nou, dan weten we, dan krijgt niemand die zegening. Dus de vraag komt dan ook op, en dat zegt Paulus ook heel mooi in vers 19, ja, waartoe is dan de wet gegeven? Ja? Nou, dat is het antwoord, om de overtredingen. Te doen toenemen. Ja, omdat de zonde in de mens openbaar wordt zonder te zijn. Dus dat is even in het kort. Dus de wet is erbij gegeven om de overtredingen te doen toenemen. En als we in vers 22 zien, dat, of ik lees 21 ook even, is dan de wet tegen de beloftenissen Gods, dat zij verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Ja, inderdaad. Dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Want de wet is tenslotte rechtvaardig, heilig en goed. Alleen, ja, het is jammer. Het is een probleem. Want de wet moet juist de zonde in ons openbaar worden. Kijk maar in vers 22. Dat heeft de schrift, oftewel de wet bedoelt hiermee. Want hij haakt voort op vers 21. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Dus in feite heeft de schrift gewoon gezegd, het is jammer, de wet voor jullie, maar jullie zijn allemaal in zonde. Ja? Nou, wat heeft daardoor de wet doen kennen? Ook dat een mens een verlosser heeft. En dat ze de rechtvaardigheid die in de wet is, want dat is natuurlijk zonder meer, alleen, kijk maar in het vers 22, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven wordt. De rechtvaardigheid die de wet is, kunnen wij door de wet nooit krijgen, omdat de wet de mens alleen maar verdoemt. Ja? Het is de bediening des doods, de bediening des verdoemenis.
dat is het enige wat de wet doet. Maar de wet kan ons niet rechtvaardig maken. Maar dat is alleen uit het geloof van Christus. Nou, het geloof van Christus. Ja, wat is het geloof van Christus? Wij geloven in iets. Ja? Je stelt je vertrouwen in iets wat een ander gelooft in feite. Ja? Vorige week hebben we het ook even over gehad. Je hebt verkiezingen of je hebt verenigingen of wat dan ook. Er wordt gestemd. Iemand stippelt een beleid uit. Hij verkondigt zijn overtuiging. Ja? En dan zeg je nou, nee, mijn vertrouwen geef ik aan Piet. Hoe wat? Ik vertrouw in wat hij zegt. Dat is een geloof dat hij heeft. Ja? Hij gelooft van ik wil zo en zo. En dan komt het allemaal goed. Ja? Dan hebben wij een gezonde vereniging of een gezond land. En zeggen, nou, ik wil ook een gezond land of een gezonde vereniging. Nou, zoals hij dat zegt, dat geloof ik. Dus ik stem op hem of ik geef mijn vertrouwen aan hem. Zodat wij, als wij ook inderdaad dat resultaat bereiken, dan neem ik daar ook deel aan. Heb ik ook deel aan als het goed wordt. Een goed land, een goed vereniging. Nou, dat heeft ook. Dan heb ik daar ook de vruchten van, ja? Nou, het geloof van Christus ook, want in de andere vertalingen is hier dus ook het geloof in Christus van gemaakt, ja? Maar dat slaat volledig de plank mis. Ons geloof, wat is ons geloof nou? Wij zondaars, wat geloven wij nou? Wij kunnen toch nooit een geloof hebben wat ons rechtvaardig kan maken. Het wordt bepaald door hetgene waarin jij gelooft. Ja? Dus je hebt ook het geloof van Boeddha. Je hebt ook het geloof van Allah. Noem maar wat. Nou, dat geloof, als ik daarin geloof, levert mij niks op. Alleen het geloof wat ik plaats in Christus, dat is het rechtvaardigmakende geloof. En dat rechtvaardigt mij. Zodoende zie ik dat de wet verdoemt mij, maar het geloof van Christus wordt aan de gelovigen gegeven. Dat wil zeggen, degene die geloven in hem. In feite, wij zijn geaccepteerd in Christus, ja. De Statenvertaling zegt heel mooi, we zijn begenadigd in Christus, ja. Dat is eigenlijk een heel mooi woord, het is puur uit genade. Want God heeft Christus aangenomen, zegt Efeze, ja. Wij zijn begenadigd in de geliefde. Christus neemt, God heeft Christus aangenomen. Wij zeggen vaak, wij nemen Christus aan. Nee, God heeft Christus aangenomen. Wij plaatsen ons vertrouwen, ons geloof in hem, zodat God ons in Christus aanneemt. Ja, zo zit dat. Nou, in vers 23, dan zegt hij. Die heeft een glas water. Graag. Hij is een dorst. Ja, van praten krijg ik dorst. Vers 23, doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Hier zie je twee dingen eigenlijk in staan, ja. Doch voordat het geloof kwam. We spreken veel over geloof hier. Het geloof van Christus. Dankjewel. Het geloof van Christus. De gelovigen, dus degene die geloven. En dan zegt hij ook nog, voordat het geloof kwam. Ja, dat heeft te maken met een bepaald stelsel van regels, een leer die Paulus verkondigt. Dat wat aan Paulus is geopenbaard. Want je ziet staan, voordat het geloof kwam, wat voor geloof? Het geloof dat ons rechtvaardig maakt. Ja? Het geloof van Christus. Waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Nou, wij waren onder de wet in bewaring gesteld. Nou, zeg maar, wij waren zeg maar besloten, gevangen gehouden. Israël ook, ja? Je kon geen kant op. Je zit in het huis van bewaring. Je wordt besloten, opgesloten, namelijk onder die wet. Nou, je moet dat en dat doen, dan word je gerechtvaardigd. Doe je het niet, doe je het dan niet, dan kom je er nooit uit. Nou, we weten, de wet, onder de wet is niemand rechtvaardig geworden. Niemand. Er is maar één die de wet heeft volbracht. En dat is Christus. Die was ook niet onder de wet in bewaring gesteld. Die was ook niet besloten. Ja, onder de wet. Maar alle mensen willen wel, ja. Omdat ze zijn allemaal zondaars. Ze zitten in het huis van bewaring. En ze kunnen nog zo goed hun best doen. Maar ze komen er nooit uit. Tegenwoordig kan je wel eens zeggen, nou, bewijs van goed gedrag. En dan komen ze misschien 10 jaar eerder uit. Gebeurt nog wel eens. Ja. Onder de wet, onmogelijk.
één keer overtreden, alles overtreden. Ja? Dat is het probleem. Nou, en dat is geweest, dat geloof, dat is die wet, wij zijn besloten geweest onder die wet, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Hé, geloof dat geopenbaard zou worden. Er moest nog een geloof geopenbaard worden. Dus de wet is zeg maar tot het glas hier. En dan krijg je vanaf dat moment geloof, zegt hij. Dus niet samen. Dus de wet. En die stopt. En dan wordt het geloof geopenbaard. Nou, we gaan even naar Efeze 3. Dat heb Jan net al een stukje gelezen. Efeze 3, vers 1 tot en met 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus. Ik, zegt hij, nadrukkelijk, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Dat hij mij, hoe? Door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Welke in andere eeuwen den kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden naar de genade der Gods die mij gegeven is naar de werking zijn kracht. En in vers 8 ook nog een keer mij. Dus in elke zin zie je of ik of mij staan. Ja? Ik. Paulus. Ik. Ja, je ziet aan hem is dat evangelie geopenbaard. Nou, dat was verborgen van voor de grondlegging in de wereld. En is nu geopenbaard. En als Paulus zegt nu, dan denk ik altijd aan Efeze 3 vers 2. De bedeling der genade Gods die mij gegeven is. Paulus spreekt heel vaak over nu. En als Paulus spreekt over nu, dan weet je dat hij spreekt over de bedeling der genade. En zeg maar, wanneer is het lichaam van Christus begonnen? Nou, zeg maar, wanneer is de bedeling der genade begonnen? Dan ben je er gelijk uit. Dat is bij Paulus. Want die bedeling is aan hem gegeven. Peter spreekt ook nog eens een keer met nu. Maar dan spreekt hij heel duidelijk over de tijd die voor de bedeling der genade was met Pinksteren. Ja, maar de wet, ze waren besloten geweest tot het geloof wat geopenbaard worden. En dat is het geloof, dat hebben we net gelezen, wat aan Paulus in vers 3, door openbaring, door de Heer Jezus Christus, aan hem bekend is gemaakt. Dat betekent dus, als je bent besloten, en daarna niet meer, want dan komt het geloof, dan zijn we nu besloten, dat het ene weg is, het andere is gekomen. Kortom, de wet, wij zijn nu niet meer besloten onder de wet, wij zijn nu onder het geloof. Onder het geloof. Als we graag onder de wet willen zitten, geen enkel probleem. Ja, want wij zijn onder de wet des geloofs. Of onder de wet van de geest. Want wij zijn geen wetteloze mensen. Maar wij hebben nu de regels van het geloof die aan Paulus zijn geopenbaard. En dat zijn zijn brieven. Nou, als we terug naar Galaten 3 gaan. In vers 24 zie je ook, zo dan, oftewel dus, of concluderend, ja, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Ja, de wet is de tuchtmeester geweest. Wat? Nou, tuchtmeester, het woord zegt het al een beetje, maar vroeger had je dus gezinnen en de ouders pasten tot het kind. Belangrijkste opvoeding in het begin, de eerste 6 jaar, zeg maar. En dan werd het overgenomen. Ja, wat je vroeger ook al eens had, gouvernante, in zo'n gezin, weet je wel. En de oudste ging in eigen wicht. En die had de supervisie over die kinderen. Maar ook om te straffen, ja. Op hun morele gedrag. En hun doen en laten. En als ze uit de pas liepen, dan werden ze gestraft. Dat mochten ze doen. Ja. En zo is het eigenlijk ook met de wet. Alleen, hij zegt, de wet is onze tuchtmeester. Of kinderoppasser, zeg maar. Geweest. Tot Christus. En vaak wordt er natuurlijk bij gedacht.
De wet is onze tuchtmeester om ons te leiden tot Christus. Maar dat staat er niet. De wet is de tuchtmeester, kinderoppasser, geweest. Ja? Een kinderoppasser zegt, Pieter, niet doen, anders krijg ik voor je wingers. Doe het goed, word je beloond. Ja? Heb je grote mond? Ja? Constant. Als hij afwijkt van de regels, dan wordt hij gestraft. Dat doet de wet. En dat is eigenlijk net een kinderoppasser. Eigenlijk zijn we net kleine kindertjes onder de wet, ja? Constant worden we vermaand dat we het niet goed doen. Constant. In Israël wordt er elke keer weer geofferd. Waarom? Elke keer toch gedacht is het een zonde. Elke keer werd het een zonde eigenlijk weer in de herinnering gebracht. Nou, de tuchtmeester geweest tot Christus. Want de wet heeft nog nooit iemand tot Christus gebracht. Dat kan niet. Denk maar eens het Oude Testament. Is David tot Christus gebracht? Hij kende hem helemaal niet. Mozes? Salomo? Noem ze allemaal op. De wet kan hooguit duidelijk maken dat je een verlosser nodig hebt. Dat wel. Dat is duidelijk, natuurlijk. Dat geldt voor ons allemaal. Dat weet ik ook nog wel. Dat ik op een gegeven moment aan het eind van mijn Latijn was. Ik van ja, ik weet het ook niet meer. Maar één ding weet ik wel. Ik moest verlost worden, maar ik kan het niet. Ja? Ik legde mijzelf ook allemaal regeltjes op. Ja, want wij hebben ook de wet van het vlees in ons, ja. En je weet, je denkt ook, voordat je geloof komt, dat je aan allerlei regels moet voldoen om gered te worden, ja. Ja? Of eigenlijk, wat hier ook staat, om tot Christus te komen. Ja? Maar dat kan dus niet. Nou, en waarom kan dat niet? Als we even in 1 Petrus kijken. Dat de wet de mensen nooit kon leiden tot Christus. Dat is 1 Petrus 1. Vers 9. Nou, ik lees 8 ook wel even mee. Dan zegt Petrus over de Heer Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Ja, de profeten hebben geprofeteerd. Dat is geprofeteerde genade. Die was niet verborgen. Namelijk, dat er eenmaal de Messias zou komen. Ja, en dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen. De Geest zal uitgestort worden. En ze zullen een koninkrijk van priesters zijn. Onderzoekende, die profeten, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen hier, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke de engelen begeerig zijn in te zien. Peter spreekt hier over de profeten uit het Oude Testament. Die hebben geprofiteerd van de Christus. Van de Messias. De Heer Jezus zelf was op aarde. En ze begrepen ook niet toen hij sprak over zijn dood en opstanding. Ze begrepen de woorden niet. Ze verstonden het niet. Ze wisten echt niet wat het over had. Zo ook de profeten dus uit het Oude Testament niet. Die over de Christus spraken. Zo zien wij dat de wet de mensen nooit heeft geleid tot Christus. Dus ook als elke zondag de wet voorgelezen wordt in de kerk, moet je niet denken dat daardoor de mensen Christus leren kennen. Dat denkt men wel, maar het is niet zo. Wat de wet wel doet, dat is de bedekking geven. En die bedekking verdwijnt alleen in Christus. Ja? Dus gaan we verder naar Galaten. Galaten 3. Dus, de wet is onze tuchtmeester, kinderoppasser geweest. Het is verleden tijd. Het is niet meer zo. Christus is er nu. Dus het heeft meer met tijd te maken. Het was er tot Christus.
met de bedoeling dat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En niet door de tuchtmeester. Maar toen het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Zie je het weer? Ja? Het geloof is gekomen, wij zijn niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen God door het geloof in Christus Jezus. Door het geloof in Christus Jezus. En niet onder de tuchtmeester. Onder de wet met zijn voorschriften. We zijn daar in feite alleen maar, we waren alleen maar gevangen gehouden. En kwamen er nooit uit. En dan wordt de tuchtmeester, de kinderen oppassen. Ik zei het net al. Dat houdt ons alleen maar klein. We zijn gewoon kindertjes. Maar nu door het geloof in de Heer Jezus Christus zegt hij niet voor niks. Wij zijn alle kinderen Gods. Alleen we moeten dat goed lezen. Je hebt kinderen die zijn zo. Maar je hebt ook kinderen die zijn 20 jaar, die zijn volwassen. Kijk maar in vers 7. 4 vers 7. Zo zijt gij niet meer een dienstknecht, maar een zoon. Wij zijn zonen van God. Door Christus. Dus we zijn in feite onder de wet word je eigenlijk alleen maar als een kind constant vermaand. Maar nu, wat hebben wij met de Heer Jezus Christus gekregen? Alles. Wij hebben zeg maar, wat we lezen ook in vers 7. Indien gij een zoon zijt, dan zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Dus wij erven met Christus nu alles. Want Christus is de erfgenaam. En wij zijn mede-erfgenaam met Christus. Dus wat heeft God alles wat hij gedaan heeft en Christus geschonken, hebben wij met hem. Ja, we zijn met hem verzoend. We hebben een hemelse plaats, een positie gekregen. We zullen met hem gaan regeren. Dat je onder de wet nooit had kunnen krijgen. Maar nu zijn wij in de plaats, in een plaats van volwassen zonen geplaatst. En dat had je niet zolang je nog onder de wet was. Dat je alleen maar een kinderopas boven. En nu zijn we zelfstandig. We zijn gegroeid, ja. Kinderen worden groot, ja. Maar onder de wet bleef je altijd klein. En nu in één pad, pats. Door het geloof van Christus alleen, ben je in één klap een volwassen zoon van God gemaakt. Door het geloof alleen. God heeft ons rijkelijk in Christus alle dingen geschonken. Ja, dat zegt hij in Romeinen toch. Hè? Hoe zal hij dan niet ons met zijn zoon alle dingen rijkelijk schenken? Dat heeft hij ook gedaan. Want gij zet alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Even kijken, volgens mij sla ik dat over. Ja. Wij zijn alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. En dan gaat het naar vers 27. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Nou, tussen 26 en 27 moet je gewoon een insteken plaatsen. Ja? Want hij verklaart in vers 27 eigenlijk wat in 26 gebeurd is. Het woordje want is ook heel belangrijk. Je kan ook zeggen, omdat kun je ook neerzetten. Maar veel gelovigen zeggen hier, en bijvoorbeeld, je gelooft in Jezus Christus. Nou ja, en als jij de doop niet goed ziet, en dat nog steeds met water ziet, ja oké, dan ben je in Christus gedoopt, dan word je met water gedoopt en dan heb je hem aangedaan. En ben je niet met water gedoopt, dan heb je hem niet aangedaan. Maar Paulus zegt hier, het is hetzelfde. Gij zet alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Dat is punt. Want, ja, dan gaat hij het zeggen wat dat eigenlijk is, dat je hebt geloofd in Christus Jezus. Wat is er dan gebeurd op dat moment? Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, dat slaat op het vers terug, het geloof in Christus Jezus, dat is dus in Christus gedoopt zijn. En dan heb je Christus aangedaan. Vraag maar aan een gelovige nu, wanneer heb jij Christus aangedaan? Nou, antwoord is, toen ik Christus aannam als mijn persoonlijke verlosser. Ja? Toen ik een kind van God ben geworden. Op dat moment heb ik Christus aangedaan. En ik met hem bekleed. Maar veel mensen die denken, nee, je komt tot geloof. Nou ja, en dan gaan we de tweede vers lezen. In Christus gedoopt. Dus dat betekent in het water, onder het water, uit het water. Ja? Dat is de doop voor veel mensen. Maar wat is nou precies met de doop gebeurd?
de doop in Christus. We nemen het letterlijk zoals het hier staat. Vers 26 en 27 zijn identiek. Dat, als je bijvoorbeeld Galaten 2 of 20 ziet, dan zie je het eerste punt van de doop. En we zien, als je dus de doop gaat zien met water, dan komt de doop tekort. Dan geef je te weinig. De Bijbelse doop waar die over spreekt, gaat nog een stukje verder namelijk. Kijk, als je ziet in vers 20, 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dus, punt 1, ik ben met Christus gekruisigd. Dat is een positie. Dat staat gewoon vast. Op het moment dat ik Christus aannam. Maar de doop gaat verder, ja? Dus als we even naar Colossense gaan. Colossense 2. Dan zien wij, vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is de werking van God. Wij zijn dus met hem gekruisigd. Wij zijn ook met hem begraven. Je ziet het in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Dus we zijn met hem gekruisigd. Letterlijk. We zijn ook het graf ingegaan. We zijn begraven. En we zijn ook met hem opgestaan. Oké. Dus als we even de redenering van het water volgen. Ik heb het ook al gezien. Ik wou het vroeger ook wel. Dat je dacht van nou oké. Ik ben met hem gestorven, dus ik ben hem gekruisigd. Nou, ik ben gestorven. Dan ga ik dus het water in. Dus de oude mens staat nog voor het water. Dan ga ik erin. Dan ga ik dood. En dan sta ik op uit het water. En dat is dan de opstanding. Zo ben ik met hem. Dat is dan de betekenis van, ja, de doop. Alleen, als we over de Bijbelse doop spreken, die gaan nog verder. En dat geeft die doop met water zeer zeker niet. Gaan we mee naar Efeze. Efeze 3. 2, sorry. Efeze 2 vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. Heeft ons mede opgewekt en dan heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Wij zijn ook in de hemel gezet met hem. Door die doop. Ja? Dat is onze identificatie. Wij zijn, onze oude mens is met hem gekruisigd. Is met hem gestorven. Met hem begraven. Met hem opgewekt. En mede gezet in de hemelse gewesten. En dat doet de doop met water niet. Ja? De doop met water is helaas, het verduistert het hele werk van Christus eigenlijk. Dat is jammer, maar het is zo. Het is geen getuigenis. Helaas, de bron van ons geestelijk leven is juist de geestelijke doop. Wij zijn door de Heilige Geest gedoopt in één lichaam. En onze totale identificatie gaat volledig weg. Wordt gewoon eigenlijk door het water, wordt het volledig bedekt. Ja? Je ervaart de eenheid, heb je gewoon in hem niet. En de doop. 1 vers 13 zei ook heel duidelijk. Ja? Wat we toch zijn. Ja? Dat gewoon, wanneer we tot geloof gekomen zijn, zijn we verzegeld met een Heilige Geest. Met amen. Belofte. Amen. Ja, amen. Zeker. Dat is juist zo mooi, dat die doop je weet gewoon, ik ben in Christus met hem opgestaan. En het oude is echt voorbij. Dus als we nog even terug naar Galaten gaan. Paulus verkondigt alleen de zekerheid, ja? En geen onzekerheid, het is zekerheid.
En dat hebben wij mensen nodig. Zekerheid in ons dagelijks leven. Mensen verzekeren zich tegen van alles en nog wat. Maar de zekerheid in het geloof hebben maar weinig mensen. Nou, dan gaan we verder. Oh ja, wij hebben dan Christus aangedaan. Laten we even naar Romeinen 13 gaan. Wij hebben Christus aangedaan. Wat is dat nou precies? Daar heb ik ook al een theorie over gehoord. Maar wij zijn dus tot geloof gekomen. En op dat moment is de geest van God in ons komen wonen. Ja, wij zijn met hem gedoopt. Totale identificatie met hem. En op dat moment is Christus, hebben wij aangedaan. Wij zijn dus. Ik vind dat een mooie tekst. Ik ben in Christus. Ja? Ik heb Christus aangedaan. Dus ik ben, net als een jas. Ik zit in die jas. Ik zit in Christus. Paulus spreekt heel veel over in Christus zijn. Nou, dat is omdat je hebt Christus aangedaan. Je bent in hem. In Romeinen 13, vers 14, daar roept Paulus, doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat kan nu door de kracht van de opstanding. Wij zijn mensen, wij zijn licht, ja. Paulus zegt, wij schijnen als licht in deze wereld. Romeinen 13, vers 14. Paulus spreekt in dat stuk over allerlei begeerlijkheden. Kijk maar als je ziet in vers 13. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen, dronkenschappen, slaapkamers, ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Nou, kijk maar om je heen. Ja, er is niks veranderd. Het is misschien alleen meer openbaar geworden door televisie en alles. Dat je het veel meer ook... Het is ook niet meer niet verborgen. Het is gewoon open en bloot, letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar nu door de kracht van de opstanding zijn wij in staat om dit te doen. En dan zal ik je zeggen dat in staat... als wij inderdaad door de doop in zijn dood verstaan. Ja? Want dat is de bron van ons geestelijk leven. Maar dat is ook de kracht van ons leven. Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En daardoor is de genade die krachtig in ons werkt, om nu zeg maar als, in ieder geval waardige gezanten of reclame te maken voor God. Wij zijn nu in staat om een leven te leiden wat God wel gevallig is, en daarvoor niet. Want hij zegt al die rare dingen in vers 13, maar in vers 14 zegt hij, maar, alleen hoe doe je dat? Door de Heer Jezus Christus aan te doen. En daar hebben we een rijke boodschap dat wij kunnen onderscheid maken. Wat veel mensen niet kunnen, namelijk wat wij in Christus zijn en wat God ons wil laten doen in hem. En dan moeten wij in Christus zijn. Zijn we niet Christus? Ja, natuurlijk. Maar we moeten wel elke dag Christus aandoen. Kennis van het recht snijden, de kennis van de doop in zijn dood. Daardoor ervaren we nu de kracht van de opstanding. En dan gaan we de Heer Jezus Christus nu aandoen en een leven leiden wat God wel gevallig is. En wat ook gezien mag worden. Ja? Wat hiervoor niet komt. Dus wij moeten de Heer Jezus Christus aandoen terwijl wij al in hem zijn. Wij hebben Christus aangedaan. Colossense, moet je ook maar eens lezen, zegt hij. Legt af de oude mens. Doet de nieuwe mens aan. En zie je al die werken. Allemaal dingen die wij graag... Allemaal dingen... Ja, zo dan. Allemaal dingen die wij dus graag... Wij willen God behagen, maar niet konden. En nu, door de doop in zijn dood... de kracht van zijn opstanding wel kunnen. Alleen moeten begrijpen wat de doop zegt. En dat begrijpen wij nu. We gaan terug naar Galaten. Dus verzorg dat vlees niet in begeerlijkheden. Die dingen die wij niet kunnen. Maar hoe verzorgen wij het vlees niet op begeerlijkheden? Door in de geest te gaan wandelen. Ja, door het woord. De bediening des geestes die Paulus had... dat tot ons te nemen. En daarna te gaan leven. Dat is wandelen in de geest. Het is altijd met het woord. Het woord alleen. Terug naar de Bijbel. Nou, Galaten
3, die wou ik ook nog even met vers 28. Dan heb je Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, nog dienstbaar, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij zet allen één in Christus Jezus. Nou, er is geen verschil. Ja, dat kan je extreem natuurlijk gaan voorstellen. Ja, er zijn ook leerlingen die zeggen, nou ja, goed, oude mensen dood en begraven. Daar heb ik geen verantwoordelijkheid meer voor. Dus huppakee, ga je gewoon maar. En die doen alles wat los en vast zit, ja? Of doen niet. Maar in ieder geval, leven niet volgens het woord. Leven echt in het vlees. Ja, goed, oude mensen toch dood? Nee. Tuurlijk, er staat hier geen man en geen vrouw. Nee, in het lichaam van Christus niet. Maar er is zeer duidelijk nog vrije, nog dienstbare. Maar Paulus roept zeer zeker de man en de vrouw apart, ja? Mannen, heb je vrouwen lief. Vrouwen, wees je man onderdanig. Gij heren, wees goed voor je personeel. Gij dienstknechten, gehoorzaam je heren in alles, ja? Die verschillen hier op aarde zijn nog steeds. Maar in het lichaam van Christus is er geen verschil. En dan komen we op nog een punt, wat heel belangrijk is. Nog Jood, nog Griek. Ja? Nog steeds zijn er Joden en Grieken. Dat weten wij in onze gemeente heel goed. Daar is geen verschil. Alleen in de functies die we uitoefenen, ook in de gemeente. Ja, de een is oudste, de een die is leraar, de ander die doet kinderen. En die, ja, dat is allemaal verschillend. Dan gaan we maar even naar 2 Korinther 5. Dat hebben wij afgelopen donderdag ook nog even doorgenomen. Dan zie je ook weer die tijd van dat Paulus spreekt over de wet. En nu over het geloof. De genade. Vers 16. Zo dan. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Nochtans kennen wij nu niet meer hem naar het vlees. Zo dan. Wij kennen van nu af aan. Paulus zegt. Hier heb je het weer. Van nu af aan. Maak onderscheid. Of Paulus nu zegt, of dat Petrus bijvoorbeeld nu zegt. Als Paulus spreekt nu, spreekt hij vanaf het moment dat hij de bediening heeft gekregen. Efeze 3 vers 2, de bediening der genade. Vanaf nu kennen wij niemand meer naar het vlees. Dus Jood niet, en heiden niet. Zie je? Dit is een verandering van bedeling, om het zo maar te zeggen. Daarom ben ik blij met de Statenvertaling. Want in al die andere vertalingen zie je het woord die bedeling niet één keer staan. Geen één keer. Dus je kan ook nooit tot het plan van God kennis krijgen als je de Statenvertaling niet leest. Dat de bedeling der genade wordt niet genoemd. Zo moet je er dan achter komen. Maar vanaf nu aan kennen wij niemand meer naar het vlees. Jood, heiden, er is geen verschil. Snap je? En dat is een totale andere tijd waarin we nu leven. En daarom zegt hij in vers 17, ook Christus doet het niet meer, hè, in 16. Christus die op aarde wandelde. Wij kennen hem natuurlijk wel. Ik vind het ook fijn om dat te lezen. Daar kan ik van leren. Maar wij kennen nu, zoals wij nu de boodschap voor deze tijd hebben, hem niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Zoals hij geopenbaard heeft, het geloof aan Paulus. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Is een nieuwe schepping. Jood en heide in één lichaam. Liggen voor Christus is een nieuw schepsel. Er is een heel andere tijd aangebroken. Vanaf nu aan kennen wij iedereen naar de geest met het woord in de bedeling der genade. En daarin is, Jan zei het net ook al, is geen onderscheid meer. Galaten 3. We zijn bijna het eind. In vers 29. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgename. De belofte, de rechtvaardiging door het geloof alleen, is door alle tijden, bedelingen, eeuwen heen, door het geloof alleen. Ook als het onder de wet is, maar Christus heeft voor een oplossing gezorgd voor die onder de wet zijn. Straks ook met het nieuwe verbond. Hij zal zijn geest in hun geven. En ze zullen bovenmate vervuld zijn met de Heilige Geest, waardoor ze in staat geacht zijn gesteld om in die geboden te kunnen leven. Dat kunnen ze dan gewoon. En anders hebben we altijd het offer. Niet wat op het brandofferaltaar ligt, maar het enige offer van Christus, waardoor wij de vergeving van de zonde hebben. Nu, inderdaad, als wij van Christus zijn, hij was het gebeloofde zaad in feite. Het was enkelvoud. Zaad, Christus.
En ieder, zowel de Jood, voor de bedeling der genade, als nu wij, ja? In Christus zijn wij erfgenamen. Want al zijn wij lichamelijk, stammen wij af van Abraham, ik niet. De Jood wel. Toch heeft hij daar ook niks aan. Alleen als hij in Christus is. Want het gaat erom dat wij in geestelijke zin kinderen van Abraham zijn. Als wij het geloof van hem hebben. Nou, en dan zijn we nu, op dit moment, mede-erfgenamen met Christus, ja? Nou, en wat heeft de wet al die tijd gedaan eigenlijk dan, tot slot? Die zei alleen maar, ja, jij niet, iedereen is verdoemd. Maar in Christus, zegt hij, in Christus heb ik niks gevonden. Christus was volmaakt. Nou, en daarom, laatste tekst, Colossenzen. Colossenzen 2 vers 19. Wij zijn van Christus, dan zijn wij Abrahams zaad. Dan zijn wij geestelijke kinderen van Abraham. En dan in vers 9, want wat, waarom in Christus? 2 vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt, wij, het lichaam van Christus, iedereen die je ziet, alle gelovigen van het lichaam van Christus, in welke kerk ze ook zijn, al zijn ze niet van de, al geloven ze niet in de bedeling der genade, dan zijn ze toch in hem volmaakt. Want het gaat er niet om in welke kerk wij zitten, het gaat erom of je Christus hebt geloofd. En Christus is volmaakt, de wet heeft op hem geen beschuldiging kunnen uitdringen, en wij nu zijn in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus inderdaad, wij hebben een fantastische boodschap. En een boodschap van dankbaarheid, omdat we alles hebben gekregen. Amen.